Hoi, hoi. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik wacht heel even tot er meer mensen bij komen en dan gaan we lekker starten. Hallo, hallo. Superleuk dat jullie weer even tijd hebben genomen om misschien even mee te kijken of misschien even mee te doen. We zijn toch thuis, dus kunnen we maar beter het beste van maken, hè? Wat heb ik klaar liggen, mocht je mee willen doen? Ik heb in ieder geval ook al laten zien dat Tombow een nieuw papierblok heeft uitgebracht. Die wil ik laten zien. Ik heb wat fijne kleuren brushpennen erbij gelegd. En wat fineliners. Want ik weet niet meer van wie. Ik kreeg een vraag of ik een bepaald stijltje wilde uitleggen. Dan brushletter ik en dan ga ik er bijvoorbeeld met wat van die schetslijntjes omheen. En ik dacht dat het wel leuk om gewoon even te oefenen. Even te laten zien hoe ik dat doe. En dan kun jij er misschien mee aan de slag als je dat leuk vindt. En die schetslijntjes zijn ook leuk op gekleurd papier. Ik heb hier een labeltje. Ik had al even een voorbeeldje gemaakt. En dat is ook heel leuk met. Dit is de enige witte brushpen die ik eigenlijk gebruik. Die is niet helemaal dekkend. Die is van Faber-Castell. Dus die wou ik ook even laten zien. Die doet het heel leuk op gekleurd papier. Maakt niet uit wat voor kleur natuurlijk. En dan kun je dan ook weer leuk van die schetslijntjes eromheen zetten. Dus we gaan gewoon lekker aan de slag. Maakt niet uit welk papier je hebt. Maar ik werk gewoon even nu met dit papier. En misschien kunnen we nog wat inspiratie zoeken in mijn alfabetboek. En voor nu heb ik Clairely van Fontness. Die heeft elke maand een leuke lettering challenge. En moet je maar eens even opzoeken. Ik kan het anders ook wel even in de comments of in de uitleg zetten. En dat je elke dag bijvoorbeeld mee kunt doen om iets te letteren. En vandaag was de zin Stay Positive. Dus ik dacht, dan pakken we die. Dat is wel leuk. Dus dan, we hebben niet per se aquarelpapier nodig, want we gaan niet blenden. Maar dit is het Bristol papier van Tombow. En dat is heel glad. En dat is er nu ook in een leuk blokje van A5 formaat. Ik heb zelf A4 formaat. En nu heb ik ook wat A5 formaat ook voor in mijn winkeltje ingekocht. En dat is echt super fijn glad papier. Het is echt speciaal gemaakt natuurlijk voor Tombow brushpennen. Maar ja, ook een brushpen kan. Dus daar gaan we lekker mee aan de slag. Dus pak wat brushpennen en misschien een fineliner of nog gekleurd is of dat maakt niet zo uit, veel uit. En ik vind het leuk om met hele fijne fineliners, zeg maar, lijntjes te zetten. Vaak gebruik je 0,5 om te tekenen of een 0,3. Maar zo'n 0,1 of een 0,2, dat is op zich mijn favoriet. Die zitten altijd er net een beetje tussenin. Die zijn weer perfect voor mooie, fijne. Dit zijn van Edding. Nou, dat heeft elke merk weer een mooie fineliner. Om daar een mooie lijntjes omheen te zetten. Dus we gaan lekker aan de slag. En mocht je een vraag hebben en ik zie hem, dan probeer ik te antwoorden. Of een tip, of je wilt wat weten. Ik improviseer ook eigenlijk altijd een beetje hoor, dus we zien wel waar we uitkomen. Ik had deze set. Is ook nieuw. Had ik even uitgezocht. Ik vind dit hele mooie kleurtjes bij elkaar. Die kunnen we mooi afwisselen, bijvoorbeeld letteren. Mooi kleurenpaletje om wat mee te doen. Deze video kun je later weer terugkijken, want ik ga hem opslaan als Instagram TV video. En ik probeer hem ook even. Ga ik even testen op te slaan. En dan misschien een keer op YouTube te zetten. Maar ja, het is staand formaat. Dus ik weet niet hoe dat eruit ziet. En
alle materialen die ik gebruik en de nummers en de kleuren, die schrijf ik, typ ik na de tijd even bij de uitleg van de video. Dus dan kun je het allemaal nog weer terugvinden en nalezen. Dus dan is dat wel makkelijk. En als je het nu mee wilt doen, kan ik ze, stel dat je hebt ze, kan ik wel even de nummertjes er snel bij zetten. Dit is 107. Dit was 205. Dit is 31. En dit is 14. Bristol papier heeft geen voor- en achterkant. Dus beide zijden zijn even glad. Is geen verschil. Tenminste, dat heb ik nog nooit gemerkt. Dus dat maakt niet zo heel veel uit hoe je het papier uit het blok haalt. En ja, inderdaad, het is 250 grams. En dat vind ik echt een fijne dikte. Want dan, ook voor stempelen, dan is 200 grams. Maar dan weet je zeker dat het bijna niet doordrukt. We gaan gewoon eens even oefenen. En het hoeft niet per se een hele zin te zijn. Dus ik wil gewoon eens even wat data zien. We gaan even leuke letter pakken. Ik zei wel state positive, maar dat kunnen we misschien straks nog even doen. De S. We gaan gewoon een losse S oefenen. Het is wel leuk om daar een beetje mee te stoeien. Mooie hoofdletter S. Even kijken. Oh, dit vind ik wel een mooie eigenwijze. Die zo'n heel grote boog. En dan zo'n klein boogje eronder. Dat is wel leuk om daar mee aan de slag te gaan. Dus. En dan begin ik met die 14. En met brushletteren. Houd ik mijn pen dus ongeveer onder de hoek van 45 graden. Niet te recht op, niet te plat. En ik druk dus de punt op het papier. Het blokje is niet helemaal schoon. Maar als ik dus letter, dan druk ik de punt op het papier en ik haal hem even af. Zie je wat die punt doet? En dat kan alleen een brushpen. En dus dat verschilt hoe de punt zich gedraagt. Dat verschilt ook nog een beetje per merk natuurlijk. Een Koi is wat zachter aan het begin en wat stugger aan het eind. En een Tombow is dan in zijn geheel wat stugger. En een Ecoline is weer heel zacht. Dus dat is ook even zoeken wat het beste, wat je fijn vindt schrijven. En alle lijnen naar boven, die zijn dun of dunner. En als ik iets naar beneden ga schrijven, dan dik ik mijn lijn op. Dus daar zit die afwisseling in. En dat maakt het zo uniek dat je een mooie afwisseling krijgt van dikke en dunne lijnen. Dat maakt het heel speels, de letters. Dus dan ga ik dun naar boven en dik naar beneden. En dan ga ik weer een beetje dun zijwaarts naar boven en dan weer dik naar beneden. En dan ga ik weer opzij. Dat is een mooie S. Ik kan hem nog iets ronder maken, maar dat is altijd even een beetje proberen. Hè? Dus gewoon nog een keer proberen. En zo leer je jezelf ook het brushletter aan door het gewoon nog een keer te doen en nog een keer te leren. En ook een fijne manier is, nou, nu heb je dit misschien geschreven. Dan pak je bijvoorbeeld die 31, die is wat donkerder. En dan ga je er gewoon nog een keer overheen schrijven. Waar je niet tevreden over bent, daar pas je je letter al iets op aan. En dan heb je eigenlijk een soort oefening van je eigen letter. En dan kun je jezelf verbeteren. Gewoon een oefeningetjes om mooi te leren schrijven en bepaalde letters wat beter te oefenen. Je hoeft het niet altijd opnieuw op te schrijven. Ik vind deze leuker, dus ik moet echt wel even wat naar links schrijven. Ik ga even kijken of ik hem weer een beetje hetzelfde. Nou ja, zoiets. Doe ik de bovenkant nog iets donkerder. Nou, dat hoeft niet per se. Heb je nog tips voor linkshandigen? Ja, dus eigenlijk in spiegelbeeld werken. Dus een linkshandige zal misschien nog meer moeten aanpassen, omdat jullie gewend zijn misschien om boven je letters te schrijven, of dat je misschien je papier heel erg gedraaid hebt en op die manier natuurlijk niet door het geschrevene schrijft. Dat is makkelijk met een fine line of met een balpen. Maar met een brushpen zul je dus wel
je penpunt naar rechts moeten laten wijzen. Want anders kun je geen dikke lijn maken. Want als jij als linkshandige dus bovenlangs schrijft en je gaat dan een dikke lijn maken, dan gebruik je dus die breedte van de punt en niet de lengte. Dus je moet als linkshandige de punt naar rechts laten wijzen. Of in ieder geval met de schrijfrichting mee. Dus wil je het papier draaien, dan moet je je hand ook draaien. Dus dat is even goed opletten en kijken. En misschien wat afleren in plaats van aanleren. Dat zit een verschil in. Ik ben geen linkshandige, maar in die zin is het hetzelfde. Dat je dun naar boven, je legt je punt neer en haalt hem naar beneden. En haalt hem weer op, dat hij een beetje dun kan worden. En dan duw je hem naar rechts en dan haal je hem weer naar beneden. En dan weer op. Nou ja, bij mij is dat dus heel wiebelig. Dus dan is het, deze overgangen zijn dan niet zo vloeiend. Hè? Dus, maar het gaat om het idee. En nou wil ik even laten zien met die leuke lijntjes eromheen. Kunnen we mooi even oefenen bij deze. Dus ik heb een 0,1. Dat geeft een heel mooi dun lijntje. En ik heb een 0,2. Dan zie je al wel dat het heel iets dikker is. Nou ja, dat is altijd mijn favoriete pennetje. 0,2, die zit nooit in setjes. En dat vind ik heel jammer. Ideale setje voor mij zou zijn een 0,1, 0,2 en een 0,5 of een 0,4. Dat is, maar die setjes bestaan niet. En dan gaan we, misschien heb je wel een ander fijn lijnetje. Ik zou dus niet voor een te dikke stift of te dikke, zoals bijvoorbeeld je hebt ook de Tombow pennen. Daar zit dan zo'n fijn lijnetje achter, maar, of een stiftpunt. Die vind ik zelf te dik om van die mooie sierlijke lijntjes te maken. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Dan ga ik, ik heb nu de 0,1. Dan ga ik er heel schetsachtig en een beetje langs en overheen. En dat kun je heel grof eromheen doen. Of een beetje de letter volgen. En daar moet je, en dat ziet er natuurlijk leuker uit bij een wat lichtere tekst. Nog even met het roze. Van Stedtler heb ik daar wel een set mee. Oh, Stedtler heeft wel een goed setje. Dus zo ziet het eruit. En ik zal zo meteen even laten zien dat het echt losse lijntjes zijn. Het is gewoon een beetje schetsachtig. En dan kun je zelf nog, of voordat je dat doet bij de letter van die Faber-Castell, die zijn, vind ik zelf heel fijn voor schaduwen. Dat je eventueel nog je letters even een beetje een grijsje geeft. Dat die iets een schaduwtje krijgt. Nou, dan kun je dan ook je lettering iets meer diepte geven. Ik ga even op de achterkant. Dus wat ik dan doe, zijn dus, ik teken het niet na. Dus ik zelf, ja, dat is een heel gek idee, maar ik zelf pak mijn pen dus wat hoger vast. Als ik echt wil tekenen en ik wil precies tekenen, dan pak je vaak je pen dicht bij de punt vast. En wil je wat losser tekenen, wat schetsachtiger, dan pak ik mijn pen dus wat hoger vast. En dan ligt die wat losser in de hand en dan kan ik ook niet zo precies tekenen. Dus als ik dan een lijntje wil zetten, dat gaat veel schetsachtiger dan als ik het precies op het papier zet. En dan moet die ook heel precies kloppen. Dus kijk maar eens of dat voor jou verschil maakt hoor. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar dat is hoe mijn lijntjes ontstaan. En dat gaat echt heel simpel. Dus ik hou mijn pen wat hoger vast. En dan ga ik dus ook bijvoorbeeld links er langs heen.
En dan weer rechts. En dan hoeft het niet helemaal te kloppen. Het hoeft niet helemaal aan te sluiten. En vaak zet ik dan een tweede lijntje, dus een soort valse calligrafie, dat je zeg maar die tweede lijn opdikt. En die laat ik dan vaak even doorschieten. Dat dat niet helemaal precies kloppend is, maar dat die even een verlenging krijgt. En dat maakt het ook heel leuk. Dit is dus nog steeds de S. Het lijkt inderdaad op een G. Maar zometeen als we de ste van maken, dan lijkt die wel op een S, omdat er een woord aan vast zit. Dat zal ik direct even doen, hè? Want het is zo onleesbaar. Heel erg knarsgeluid van de pen. Nog een vraag. Mijn lijntjes worden heel bibberig. Heb je daar nog tips voor? Dat is dat je misschien toch nog te precies bent. Het is echt van gaan. Je denkt nog na over de lijn. En als je dat doet, dan wordt die heel bibberig. Maar als je als een zekere lijn zet van oké, hier komt die, dan kan die ook niet bibberig worden. Maar dat, soms mislukt dat. Dus dan ben je het aan het tekenen. En daarom, als het allemaal een beetje mislukt, dan is het juist weer leuk. Dus bij mij klopt het ook niet allemaal. En dan ga ik het of ik nog een keertje extra een lijntje bijzetten. En dan is het allemaal net niet kloppend. Je tekent eigenlijk de letter een beetje na. En dan schiet ik een keer uit. En dan kun je net zo gek maken als je zelf wilt natuurlijk. Nog wat puntjes erbij. Maar die vraag kreeg ik dus van, ja, hoe zet je eigenlijk die lijntjes erbij? Dat is dus door het niet te precies te willen doen. Want dan ben je echt wel aan het handletteren en dan ben je de letter echt aan het natekenen. En eigenlijk zijn het losse schetslijntjes die je letter eigenlijk nabootsen. Maar doordat die brushlettering eronder zit, heeft het wel een beetje samenhang. Dus dat doe ik dan, ik heb deze nu gedaan met die 01. Ja, kijk maar, het is gewoon een, het is echt even proberen hoor. Je wilt ook direct dat het mooi wordt, dus anders dan schrijf gewoon je eigen naam. Het hoeft niet perfect te zijn, maar of een letter die je goed kunt, die altijd goed lukt, dan kun je er lekker op oefenen. Of een Y, die is ook leuk om mee te oefenen. Nog even een beetje schaduw erbij, dus een lichte kleur. Dit is dus die Faber Castell. Dit is de 272, die zal ik ook even erbij schrijven. En dan kun je eventueel, als je het te licht vindt, kun je ook altijd nog met de nog een paar keer met zo'n stift over de bovenkant bijvoorbeeld, dat hij een beetje een ombre effect krijgt, dat de bovenkant van de letter net wat donkerder is. Ik weet niet of jullie het zien. Ja, dat zie je nog wel op de video. Dus dat doe ik dan met dezelfde pen waar ik het mee geschreven heb, kun je gewoon nog een keer een beetje vegend, hè? Dus dan een beetje van dit soort veegjes, dat ik hem ophaal aan het einde. En dan krijg je een beetje een extra kleurtje. Even kijken of ik nog de vraag tevoorschijn. Nee, ik zag net de vraag, maar ik weet hem al niet meer. Oh, de nummer. Van dit was inderdaad die 272. Dit is van Faber-Castell. Ja, dit zie je niet goed. Dit is een brush pen van Faber-Castell. Die hebben een heel fijn puntje. Echt een heel ander puntje.
Zie je dat? Dit is die koi brush pen. Wat hebben we nog meer in de house? Oh, hier nog een Tombow. Even om te vergelijken. Zie je dat? Heel, heel verschillende soorten punten. Die, die van Faber-Castell. Die is ook heel, op een hele andere manier flexibel. Die gaat van dun en in één keer naar dik. Die rolt niet helemaal af, die punt. En dat doet, zeg maar, als je de punt van zo'n Tombow, die gaat helemaal, die rolt helemaal af. Die is dus veel, op een hele andere manier flexibel, die punt. Ja, heeft iemand gestudeerd op brushpennen, Neewa? Waar dat lijkt. Soms als je iets moet uitleggen in een boek, dus dan ben je aan het testen en aan het kijken en denk je, ja, waarom werkt die pen wel en werkt die pen niet? Maar dat is dus, dat heeft daar dus mee te maken, hè. Dus gewoon, ken je materiaal, dan weet je ook wat je ermee kunt maken, hè. Dat geldt voor alles. Dat geldt voor je penselen, voor aquarel of voor fineliners. Het is altijd even testen, hè. Hoeft nooit het perfecte werkje te zijn. Dus dit wou ik even uitleggen met die kleurtjes. En dan vind ik het wel leuk om even te laten zien dat je ook heel leuk effecten kan krijgen met een witte brushpen. En dan ook met die lijntjes. Dus ik pak er een gekleurd papiertje bij. Ik heb even zo'n craft label had ik nog in de kast liggen. Dat doe ik eigenlijk nooit wat meer met craft, maar dit is wel een leuk labeltje. Kunnen we ook zo doen, hè? Dat is ook wel leuk. En dan kun je eventueel eerst even nog voorschrijven of even... Ik wou even die stay positive, dus even kijken of ik zoiets, wat springerige letters, dus die T die laat ik een beetje doorsteken, net wat ik net op heb geschreven, maar dan iets kleiner, want dit is dus diezelfde punt, brushpunt heeft die als die grijze pen. En dan zetten we er straks met fineliner positief bij onder. Dat gaan we gewoon, of een leuke lettertype. Daar kunnen we ook iets leukers voor bedenken. Trouwens, een beetje zo, een beetje bol. Dan is het iets speelser. Dat we een beetje de letters iets veranderen. Dus zo'n P. Als je dus, dit is het midden van de letter, of eigenlijk iets onder het midden, dat je ook met zo'n E iets overdrijft en die P dus een iets grotere buik geeft, dan wordt het al, en die S iets overdrijft, dan wordt het iets eigenwijzer. En dan kun je dit nog een puntje geven. Nou. Laten we maar eerst eens even kijken of we die stee op papier krijgen. En dan ga ik dat dus ook weer zo'n leuke lijntjes omheen zetten. En dan pak ik een iets... donkere grijs voor, omdat het papier vrij donker is, dus even afhankelijk van het papier. Of dat goed lukt. En dit is witte brushpen. Ik begin hier ergens. Ik zal één keer schrijven en dan zie je ook dat hij niet helemaal dekkend is, dus... Aan het begin wel, want wanneer je harder drukt, dan geeft hij ook meer inkt af. Dus dan is die dus dekkender. Dus bij het begin van de dikke lijnen, dat zie je al een beetje. Ja, dit is wel vrij ruw papier, maar af en toe, ja, dan. Ik heb deze, dit is nog steeds mijn eerste witte brushpen. En die doet het nog prima. Dus af en toe... ja, kan dat wel, vind ik zelf. Dus één laag. Dat zal al goed zijn, maar het is dus niet... Ja, je verwacht bij een witte brushpen misschien van... Nou, oké, okay, die is compleet wit. Dat is natuurlijk niet waar. Dat gaat niet. Dus ik ga vaak, schrijf ik nog een keer de hele tekst nog een keer na. Dus schrijf ik het gewoon over. En dan schrijf ik vaak ook wat langzaam, omdat ik het toch al geschreven heb. Of ik ga naar onder nog een keer extra langs. Dus als je drukt, ja, dan is ook wel logisch, dan gaat hij dus meer inkt afgeven.
En juist onderaan haal je je pen vaak van het papier, dus dan is het ook daar wat lichter. Dus dat ga ik iets witter maken en dat wil heel goed met deze pen, dat je gewoon nog een keer, je veegt daarna niet de inkt nog weg. Dat heb je soms met van die gelpennen. Dat is hier niet, het is gewoon inkt die je laagje voor laagje erover in kunt brengen. En dat is ook een beetje afhankelijk van de kleur van je papier en natuurlijk het type papier, hoe het zich gedraagt. Zo is die al wel redelijk dekkend. En dan ga ik nog even die kringel van die thee. Misschien helpt het ook wel, weet ik zelf niet, als je het even laat drogen en misschien dan nog een keertje. Ja, Danielle, ik snap het. Je bent heel zuinig op je pen. Dat ben ik ook hoor. Af en toe moet er ook gewoon weer een nieuwe pen gekocht worden, toch? Dan is die ook gewoon op. Dat heeft bij mij vrij lang geduurd, hoor. En dan, of dan gooi ik hem niet weg, want ik denk, oh, daar kan ik wel iets anders mee. Maar gewoon een keer weggooien ook. Dan is het klaar met die pen. Nou, dus dit is ongeveer de witheid die je kunt benaderen. Dus dat is, stel dat je nu met een gelpen... Zo'n jelly roll, die vind ik zelf altijd wel heel dekkend. Stel dat je daar, ik zal even twee hartjes tekenen. Die is echt wel wat witter, omdat je, dat het andere, die breng je anders aan, die inkt. Dus dat is dekkender, maar daar kun je natuurlijk niet mee brushletteren. Dus dat is een hele andere techniek, zo'n gel roller. Ja, inderdaad. Gebruiken, inderdaad, oude pennen gebruiken om op verkeerd papier weer te gaan oefenen, ja. En dan... Ontspintzinnig. En dan heb ik dus een wat donkere grijs, waar dat vind ik zelf mooi, vooral bij gekruld papier. Dan ga ik dus direct langs de tekst. Even stil blijven hangen. Ga ik rechts een schaduwlijntje aanbrengen. En daar zijn die Faber-Castell-pennetjes super goed in, want die hebben zo'n mooi scherp puntje. En dan haal je dat die wit tekst nog meer op. Zie je dat? Dan komt hij helemaal. Dan lijkt hij witter. Hij is niet witter, maar het contrast wordt natuurlijk verhoogd doordat het grijs ernaast zit. En dan. Lijkt je tekst witter. Zien jullie dat? Dat is wel een geinig, hè? Een heel simpel en makkelijk effect. En dit is ook super leuk om op gekleurd papier te doen. Mooi oud roze papier of mooi donkerblauw is ook heel mooi. Donkerblauw, hoe je dat grijs natuurlijk niet zo te zien. Maar... Of op een beetje okerkleurig is ook wel mooi. Ja, dit is gewoon een lekker werkje, een beetje schaduw aanbrengen. En die Faber-Castell die heeft gewoon een heel fijn spitspuntje. Dus dan kun je mooi heel precies langs die rand. Ik hou daar wel een beetje van. Dat een beetje precies werken. En dan ga ik een paar keer heen en weer, dan wordt hij wat donkerder. Yes, en nu lijkt het net of het wit echt bovenop je papier ligt. Dus, heb je dit niet, dan kun je natuurlijk misschien ook wel gewoon proberen om met een potlood echt gewoon langs. Je hoeft niet alles te halen en in huis te hebben. Dus dan kun je ook met een HB-potlood kun je er ook een beetje langs heen kleuren. Je hebt misschien nog wel wat in huis, wat ook voldoet. Of misschien een ander donker kleurtje. Misschien past dit. Dat het een bruin schaduwtje wordt. Dat kan natuurlijk ook, hè. Hier.
Tadaa. Soms doordat je iets niet hebt, word je ook nog creatief, hè? Dan ontstaan er weer dingen waar je zo 1, 2, 3 niet eens bedacht had. Maar ik kom ook even helemaal af. Dan is die overal even een beetje bruinig. Zoiets. Werkt wel goed. En dan gaan we hier positief onderschrijven. Ik was net met die jelly roll bezig. Ik vind het wel leuk om dat dan met die jelly roll te schrijven trouwens. En dan ga ik wat van die schetslijntjes eromheen zetten. En daar dan ga ik plaats doen. Dus ik ga hier die positief schrijven. En dat kun je voor jezelf anders een beetje... Je hebt die letterlijnen van Karin Joan. Die is ook echt super handig hiervoor als je dingen wilt uitlijnen. Maar ik wil dus binnen, zeg maar hier, wil ik graag dat woord positief schrijven. En dus ik ga niet verder door onder die ei, die Griekse ei. Dus dan moet ik zorgen dat het woord hier tussen valt. En dan ga ik het gewoon een beetje, of ik schrijf het eerst even op, of ik tel de letters. En dan weet je dus dat als dit het midden is, dan moet hier moeten de eerste letters komen. En hier de tweede vier letters. Nou ja. En zij heeft, Karen Joan heeft zo'n handige uittellineaal om dat helemaal uit te lijnen. Super handig ding. Ik denk dat heel veel van jullie die wel hebben. En dan weet ik dus dat ik die hier wil hebben. En dan verschuif ik hem iets. En dan ga ik het gewoon natekenen. Nou, ik heb iets te veel ruimte gepakt. Maar dat kan ik wel een beetje aanpassen. En ik wil hier tussen blijven. Lekker dicht bij mijn tekst. Is het midden? Nee, ik ben dat even heel dun in het potlood aan het opzetten. Daar zien jullie natuurlijk helemaal niks van. Maar dan vind ik het anders weer jammer om met die witte... Dan kun je niet zo goed gummen met die witte gelpennen. Maar je snapt het idee, hè? Oh, je ziet er nog wel heel iets van. Nou, dit wil ik dus... Dat het een beetje asymmetrisch. Dan gebruik ik de 08 of de 10. Dat zijn twee, die 05 vind ik, die is heel fijn voor ander priegelwerk. Maar als je echt wilt tekenen of kleuren, dan moet je wel een beetje een dikkere punt hebben. Want dan geeft hij wat meer inkt af. En meestal probeer ik zoveel mogelijk weg te gummen. Want meestal nadat je iets hebt getekend, en vooral met gel rollers, dan veeg je de inkt nog weer weg. En dan krijg je echt vlekken en strepen. En dan moet hij even op gang komen. Dat balletje moet even gaan rollen bij zo'n gel roller. En dit wit is iets meer feller dus dan die wit van die brushpen. Dus je hoeft niet eens alle tekstjes in met brush lettering te schrijven. Dat is wel leuk. Dat is leuk als een challenge. Dat je dan zo'n quote ziet en dan eens even over nadenkt. Goh, hoe ga ik dat op papier zetten? Of je bedenkt van tevoren, ik wil vandaag met die pen gaan oefenen. En dan daag je jezelf uit, daar is het ook voor. Om beter te worden of om iets jezelf aan te leren. Dus dat is ook, je bent heel snel geneigd om natuurlijk te kijken wat zit er in mijn etui en wat vind ik fijn. Maar soms is het ook heel leuk om voor jezelf eigenlijk gewoon eens, oké, ik ga vandaag met deze pennen werken.
En daar moet ik het mee doen. Dat is ook een leuke uitdaging dat je daar. En dan verbeter je jezelf, word je steeds beter. Dus dit hebben we dan. En dan gaan we nog even met die 01 nog even wat van die lijntjes eromheen zetten. En het is mooi een dun. Fijnlijnertje, dus ik hou mijn pen wat hoger vast. Ik ga de ene keer wel netjes langs heen en de andere keer niet zo netjes. Of dan doe ik er nog een extra lijntje. Of wat kleine stipjes aan de bovenkant. Of bij al die dikke lijnen nog wat stipjes. Of nog bij het hartje nog een extra lijntje. En heb je... Nou ja, zie dat? Dat klopt helemaal niet hoor. Dat is allemaal een beetje gesjoemel hier. Maar in zijn geheel is wel heel speels geworden. En het komt echt wel flink even van het papier af door, door die schaduw, dat werkt wel goed. Ik ga nog even testen of dit ook werkt. Dat je misschien nog even hier nog een potloodlijntje langs zet. Of dat ook nog een beetje effect heeft. Ja, heeft ook nog een beetje effect. Nog net iets... Stay positive. Nou, dit is wat ik eigenlijk wou doen. Van alles even gebruikt en laten zien. En in ieder geval hoop ik dat ik iets heb kunnen toelichten over die schetslijntjes. Die komen in meerdere boeken van mij voor. Volgens mij heb ik ook een videootje in van dit in het alfabetboek. Maar het is wel leuk om daar gewoon wat mee te maken. Dan zie je ook hoe je het kunt toepassen. Dan kun je ook wel een mooie quote. Dat is natuurlijk ook super leuk. Heel snel als iemand jarig is en 50 wordt. Dan heb je dit natuurlijk. Schrijf je mooi groot 50 met zo'n witte brushpen. Of een mooie gekleurd labeltje. En dan leuke vrolijke kleurtjes erbij. En ook al hoef je nooit een doel te hebben. Hè. Het kan ook gewoon, je maakt wat en je bent gewoon een uur lekker bezig geweest. Ja, dat is, tenminste, dat vind ik zelf heel leuk. Ik ga het gewoon allemaal even benoemen wat ik heb gebruikt. En dan, je kunt de video nog even weer terugkijken. En donderdag ga ik weer live, maar dan in een ander account. En dan gaan we dus huisjes tekenen. Misschien hebben een aantal van jullie zich daar wel voor opgegeven. Dus dan zie ik jullie misschien nog een keer deze week. Of zien we elkaar misschien niet, maar zien we elkaars tekeningen. Dus ben heel benieuwd. Tot volgende week maandag. En mocht je iets willen zien of heb je een vraag, dan vind ik het ook wel leuk. Want ik vind het zelf altijd heel moeilijk om iets te verzinnen. Dus dan reageer ik daar gewoon op. Dat is wel handig voor mij. Dus groetjes, hele fijne avond. En dan zien we elkaar snel weer. Hoi hoi, doei doei.